Die departement van landelijke ontwikkeling en grondhervorming sê hy is bekommerd dat so min mense vervolg word wat werkers van hulle grond afsit. Van hierdie uitsettings, die meerderheid waarvan ons kennis dra, is dan uitsettings wat in termen van die correcte wetgeving by name E-staat dan nou gevolg is en die proces en die procedure correct gevolg is en een werker of een persoon dan nou van die eiendom afgesit word en die einde van die dag word die werkgever dan nou as die onrechtmatige persoon, die persoon wat onrechtmatig opgetreed, uitgekryd. Een verteenwoordiger van die GPF-raad sê dit is vir hulle duidelik dat die politie in vooral landelike gebiede bloot nie genoeg vervoer het vir patrollies en misdaadreaksie nie. Dit beteken dit neem hulle tot 1/2 uur of selfs langer om bijvoorbeeld by die tonele van plaasaanvalle uit te kom. Boerhebe van der Veen was wekenlang in een coma nadat hy in 2012 op sy plaas aangeval is. Hy het ook die sitting bygewoon. Ons leef allemaal in een eeuw van wetteloosheid. Ons het in een doel of verdwaal. Soos as hierdie ding nou kan recht kry, weer terug te kom naar verantwoordelijkheid en discipline, en een negatieve verhouding te veranderen in een positieve, is ons op die pad naar die gezondheid. Die regering, insluitend ook maar die politie, kan nie eintlik nou die probleme van boere oplos in Suid-Afrika nie. Ek denk die private sector moet ook maar hulle deel afbring. Die MRK sal nou een verslag saamstel met voorstellen vir die private sector, regering en politie. Daniela van Heerden, Enies, Johannesburg.